goedendag, ik ben de VRT. Ik wil u graag het woord geven om in ieder geval de bewoners van de EGK te ontvangen en toe te spreken. Dankjewel, ik heb jouw roep niet gehoord. Erg, hè? Ja. Zo'n mooie stem. dankjewel, goedenavond. Welkom en beginnend om u alvast en daar zit. Ga dan in, hè? Anders doe ik het zonder bij een microfoon. Om u een goed nieuwjaar toe te wensen. Voor Zuidoost is het een. Hallo? Voor Zuidoost is het een, dit jaar zeker een historisch. Ja. Een historisch jaar. Ook omdat wij dit jaar, eigenlijk gestart vorig jaar met de presentatie van een boek, 50 jaar Bijlmer gaan vieren en dat gaan we het hele jaar doen. 50 jaar geleden is de eerste paal geslagen op 13 december 1966 en het jaar daarop is de eerste bewoner de sleutel overhandigd aan de eerste bewoner. En als je dan 50 jaar terugkijkt, kunnen we zeggen dat we van heel ver komen in Amsterdam Zuidoost. We kennen natuurlijk de moeilijke jaren, natuurlijk een goede start. Maar de Bijlmer leert ons dat het samenstellen van een wijk, het neerzetten van een wijk, niet 100% op de tekentafel kan plaatsvinden. Daar heb je mensen voor nodig om mee te denken. Daar heb je bewoners nodig die hun eigen inbreng ook geven aan de inrichting van hun eigen woongebied. We gaan vanuit het bestuur dit jaar 50 jaar Bijlmer samen met u proberen op een bijzondere wijze te vieren, te gedenken, te herdenken. Maar het is goed natuurlijk om te kijken wat Bijlmer Oost, want we staan op een plek dat kenmerkend was voor de Bijlmer. Mensen die heel lang hier wonen weten, Gansenhoef was dus de plek. Manifestatie Gansenhoef, ik had het eerder al gezegd, Ruud Gullit heeft zelf hier zijn huwelijksfeest gehouden. Manifestatiezaal Gansenhoef, dat was een broeinest van allerlei talenten en ontmoetingen en dergelijke. Uiteindelijk is het de andere kant op gegaan en er is een gigantische operatie, vernieuwingsoperatie. Heeft plaatsgevonden in met name ook in Bijlmer Oost. En dat heeft natuurlijk heel veel voeten in de aarde gekost. Bewoners hadden hun eigen inzichten. Hun eigen inzichten, maar uiteindelijk is het gelukt om de hele operatie, nergens in de wereld, zo'n gigantische operatie waarbij zoveel flatgebouwen, woningen vergesloopt zijn, mensen bijna probleemloos elders gehuisvest zijn en de mensen die naar Almere zijn gegaan, Lelystad en noem maar op, langzamerhand hebben ze zich een groot deel zijn dus weer teruggekomen, want natuurlijk Zuidoost is the place to be. We zijn van heel ver gekomen. Het oude Bijlmer hebben we achter ons gelaten. Het oude Bijlmer Oost hebben we achter ons gelaten. En dat konden we alleen maar bereiken, niet alleen vanuit het bestuur, niet alleen vanuit de politiek, maar van al die zeer actieve bewoners in de Bijlmer. Onlangs hebben we één bewoner die we zeker kennen, Amsterdammer van het jaar geworden. Zeer actief in de Bijlmer geweest, Toon Borst. Oh.
opbouwwerker en zo hebben we nog een aantal, ik kan een aantal noemen, van bewoners die keihard hebben gevochten voor een goede leefbaar Zuidoost. Een leefbare Bijlmer Oost. Dat hebben bewoners gedaan. Wij zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We moeten nog heel veel met elkaar om Zuidoost goed neer te zetten. En als we kijken naar de ontwikkelingen, de stedelijke ontwikkelingen, de landelijke ontwikkelingen, dan is het wel van belang dat we bewoners meer dan ooit zullen gaan nodig hebben. Om het Zuidoost neer te zetten die voor u, waar ouderen, senioren goed kunnen vertoeven, Zuidoost, Bijlmer Oost, goed kunnen vertoeven, maar waar de kloof tussen de generatiekloof kunnen dichten. En dat kan het bestuur niet alleen. Bijlmer Oost is gelukkig een gebied in de Bijlmer, zeg ik. Ik ben trots op Bijlmer Oost, ook op de andere gebieden. Maar Bijlmer Oost is echt een gebied met heel veel kansen. Ik heb vaker ook gezegd, het is het enige gebied met zoveel, de meeste voorzieningen vind je in dit gebied. Bijlmer Oost. Er gaat straks ook een ontwikkeling plaatsvinden met het CIC-gebouw. Die hebben ook een nieuwe eigenaar die ook nadenkt over hoe zij een goede rol kunnen vervullen in dit gebied. Bijlmer Oost biedt kansen, ook omdat het... We verwelkomen natuurlijk ook de mensen van Sweetie. Hè? Sweetie, dat is het nieuwe wooncentrum in daarachter Kortvoort. De bewoners, eerste bewoners zitten er in de tweede fase van de Emeralds. Ik weet niet of er bewoners zijn van de Emeralds. Welkom, ja. Dat zijn onze nieuwe bewoners in Bijlmer Oost. Ik kan u wel zeggen dat u echt een woning bezichtigd hebt in een van de prachtigste gebieden, kansrijke gebieden van de Bijlmer. Ik zou u graag willen uitnodigen, omdat ik weet dat er nog een aantal stevige uitdagingen zijn in Bijlmer Oost. Schoon vraagt nog bijzondere aandacht. En zeker in een aantal gebieden. En dat kunnen wij niet alleen vanuit het bestuur. We hebben de bewoners nodig. We hebben in 2011 de landelijke prijs van zwerfafvalprikker gewonnen. Toen, van alle gemeentes, waren wij in Zuidoost veel actiever met het prikken van afval. Het lijkt me wel goed om weer met elkaar te streven naar het weer binnenhalen van die prijs. In al die gebieden. Vandaar ook dat wij dit jaar gaan starten met een wedstrijd, de schoonste buurt. Waarbij een buurt die dat wint, een prijs krijgt. En ik hoop dat u daaraan meedoet. Tot slot, strijd, zeg ik, is vaak beter dan beleid. Er is niets mis mee met strijd. Zonder wrijving, geen glans. En alleen strijd moet ons niet uit elkaar drijven. Strijd moet maken dat wij gezamenlijk kijken naar het gemeenschappelijk belang. Strijd moet niet ertoe leiden dat wij tegenover elkaar komen te staan. Bestuur en burger, of burger onderling. Maar vaak ook altijd het groter belang voor ogen hebben. En in Bijlmer Oost kennen wij een traditie van strijd. Strijd soms samen met het bestuur. En het nieuwe bestuurlijk stelsel wat er zit aan te komen, volgend jaar zal blijken dat wij elkaar meer dan ooit nodig zullen hebben. Zuidoost
leek bij tijd en wijle een dorp te zijn. De Dam, het centrum, is voor heel veel van onze bewoners heel ver weg. Heel ver weg. En soms wordt het ook zo beleefd vanuit de stad, de Bijlmer, Zuidoost. Dat lijkt van heel ver. Gelukkig, vanuit de stad wordt er ook nagedacht om de verbinding tussen Zuidoost en de rest te verbeteren. Maar we zullen samen met, nu reeds samen met het huidige bestuur, ik zie gelukkig een aantal bestuurscommissieleden, mevrouw De Boer onder andere, welkom, om samen met u op te trekken om het belang van Zuidoost veilig te stellen. Zeker in het nieuwe stelsel wat het dan ook mag gaan worden. Niet alleen bewoners, ik roep ook organisaties op. Want wat we missen in Zuidoost en zeker ook vanuit Bijlmer-Oost is leiderschap. En vaak als we praten over leiderschap, dan kijkt iedereen naar het bestuur. Maar ik heb het vooral over maatschappelijk leiderschap. Ik heb het vaak ook over leiderschap in de familie, in de gezinnen. En ik spreek met name vandaag de organisaties aan, toonleiderschap en leiderschap om voortdurend het belang die wij met z'n allen hebben delen, om die ook mee te geven aan onze kinderen, aan elkaar en aan de rest van Amsterdam. Ik wens jullie in ieder geval een goed nieuwjaarsbijeenkomst toe en ik bedank de mensen gebiedsteam Bijlmer-Oost. Ze zijn trots op zichzelf hoor, dat ze gebiedsteam Bijlmer-Oost zijn. Misschien ook terecht. Ja. Bijlmer-Oost is echt een interessant gebied. Dank u wel.